De huizenmarkt in de regio Eindhoven blijft oververhit en dat ondanks de coronacrisis. Het aantal verkopen nam fors toe de afgelopen maanden en de huizenprijzen zijn volgens de NVM in een jaar tijd met 9% gestegen. Het is druk als nooit tevoren. Waar derde kwartaal altijd een heel rustig kwartaal was, is dat in geen veld of wegen te bekennen geweest. Mensen zijn gewoon doorgegaan en uiteindelijk zijn er 19% meer woningen verkocht dan een jaar hiervoor. Wonen in deze regio is populair. Gemiddeld is een huis na 26 dagen al verkocht en de prijzen blijven stijgen. Onzekerheid over werkloos raken in coronatijd is nauwelijks een factor waar mensen zich zorgen over maken. Buiten het feit dat Eindhoven een aantal hele sterke sectoren heeft. Wij zitten hier in een regio met veel automatisering, ICT, techniek. Waardoor de werkgelegenheid op dit moment nog redelijk goed is. Dat is een van de punten. En de hypotheekrente blijft natuurlijk heel erg laag. De prijzen stijgen het hardst in Eindhoven. Daar moet nu gemiddeld €380.000 worden neergeteld voor een woning. En dat zorgt voor verschuivingen naar de regio. Maar ook de coronacrisis zorgt ervoor dat mensen vertrekken uit de stad. En dan gaat men kijken van ja, dan woon ik hier op een appartement. Maar ik heb geen fijne buitenruimte. Er moet meer thuis gewerkt worden. Dus er ontstaat gewoon een gebrek aan ruimte in huis. Met name werkkamers wordt heel veel gevraagd. En dan gaan mensen kijken, waar kan ik dan dat huis, mijn droomhuis, waar kan ik dat dan kopen? Van de mensen die dit jaar vertrokken uit Eindhoven gaat een groot deel in een van de randgemeenten wonen. Vooral Geldrop, Nuenen en Best zijn populair.